Onrust in Epe na meerdere branden afgelopen nacht. De buurt wordt vaker opgeschrikt door branden. Goedenavond en verder. Een benefietconcert voor het gestrande circus Bolaloe. Want de inwoners van Laren willen helpen waar kan. Wij wilden graag optreden. En het circus dat kan elke cent gebruiken. Geen vierdaagse drukte in Nijmegen, maar wel sfeerproevers. Gelukkig hebben ze wel de vlaggetjes uitgehangen. Dus dan hebben we nog een beetje het idee dat het een feestje is. Onrust in Epe na meerdere branden. Die volgden na een onrustige avond gisteren. Buurtbewoners zeggen dat al meerdere avonden op rij jongeren op scooters en brommers door de wijk crossen. Iets na middernacht vliegt aan de Haakse Weide in Epe een auto in brand. Het vuur wordt door bewoners uit de wijk ontdekt. Buren zaten nog gezellig in de tuin. Op een gegeven moment zagen zij een oranje-rode gloed over hun woning komen. En ze bedachten zich geen moment. De brandweer werd gebeld en ze renden naar voren. Daar zagen ze dus de auto in brand staan. De buurman heeft vervolgens met een tuinslang nog geblust en zijn auto snel weg weten te halen. Door het ingrijpen van de buren kan erger worden voorkomen. De bewoner van het naastgelegen huis had niets gemerkt van de brand en sliep rustig door. Een groencontainer en een schutting vatten vlam en zijn verwoest. Buurtbewoners zeggen dat al meerdere avonden op rij jongeren op scooters en brommers door de wijk crossen. De buurt wordt regelmatig opgeschrikt door branden. In mei was het even verderop in de straat al raak. In 2017 was er ook al een reeks branden in Epe. Toen gingen zowel auto's als huizen in vlammen op. Aan de Haaksweide gaat de politie voorlopig uit van brandstichting. De gemeente Epe was vandaag niet bereikbaar voor commentaar. Circus Bolaloe is al maanden gestrand in een weiland bij Laren. Daar stond het toen Nederland op slot ging door corona. In die maanden heeft het circus een speciale band opgebouwd met de bewoners van het dorp. Eerder werd al voedsel ingezameld voor de dieren. En vandaag werd er een benefietconcert gehouden door de plaatselijke accordeonvereniging. Hoogheid publiek, welkom bij het Circus Bolaloe. Dit is natuurlijk niet Circus Bolaloe zelf, maar de Larense accordeonvereniging. Die zocht na maanden coronastilte een geschikte plek voor hun optreden. En de circus tent die staat al tijden leeg. Win-win is dit. Wij wilden graag optreden. En circus dat kan elke cent gebruiken. Dus wat dat betreft is het een goede combi. De volledige opbrengst van het concert gaat naar het circus. Dat door corona al maanden geen inkomsten heeft. Het is prachtig. We staan op zo'n mooie plek hier in Laren. En sowieso zijn de mensen heel erg meegaan met ons en steunen ons aan alle kanten. Ze zijn ook voorzien van eten door de boeren en de honden worden hier, krijgen hondenbrokken en zo. Ja, ze hebben niks, dus ze zijn van alles afhankelijk en het is een beetje Larens gebeuren geworden. Dat is wel heel bijzonder, want wij komen natuurlijk meestal maximaal een week in een stad of in een dorp. Dus wij kennen helemaal die verbonden met zo'n dorp of stad kennen we helemaal niet zo. Maar dat is hier wel heel extreem in Laren. Het is wel echt heel fijn. Hoewel de circusartiesten vandaag een kleine bijrol hebben, zit een eigen show er voorlopig nog niet in. Veel evenemententerreinen zijn heel klein, waardoor je 1,5 meter ook buiten bij de kassa, bij de snoepwagen, bij de ingang, bij de toiletten niet kan waarborgen. In de circustent past nu maar een vijfde van het publiek. Voor het circus niet rendabel, maar wel een leuk zakcentje. Wij hebben het op €5 gehouden. Dat is onze gebruikelijke dorpse prijs. Maar gelijk bij gezegd natuurlijk van wij gaan ervan uit dat iedereen meer geeft. Dus ja, tussen €500 en €1,000 hopen we op te halen. Mike Foppen heeft het Nederlands record op de 5 kilometer verbroken. De Nijmeegse atleet deed dat tijdens een testrun in het Goffertpark. Daar werd voor het eerst uitgeprobeerd hoe een hardloopwedstrijd op de weg kan worden gehouden met de coronaregels. Mike Foppen start iets na 9 uur in de ochtend in de testrun in het Goffertpark. Hij loopt in het kielzog van zijn teamgenoot Abdirahman Mohamed, die als haas fungeert. Na 1 ronde neemt de Spanjaard Wassim Oumais de leiding over. En verrassend genoeg loopt hij weg van Foppen en wint uiteindelijk in een tijd van 13 minuten en 19 seconden. Foppen komt 12 seconden later over de finish, maar die tijd is wel goed voor een Nederlands record. Ik wist natuurlijk dat ik wel op een Nederlands recordschema liep. Dus af en toe piekte ik wel even om mijn horloge en zag ik wel dat er een goede tijd aan zat te komen. Bij de vrouwen wint Maureen Koster in 15:25. Ver boven het nationale record, maar toch een mooie zege.
Ja, iedereen heeft natuurlijk voor maanden alleen getraind. En je kan jezelf soms testen in een training. Maar om er echt een wedstrijd van te maken is toch iets anders. En ja, ik had ook wel een beetje zenuwen. Het is heel fijn dat gevoel weer te hebben, ja. Voor de organisatie is het ook een experiment, deze testrun. We hadden het zelf ook wel nodig om iets zeg maar tussendoor te doen. Want de boog van een afgelasting van de Stevensloop in maart naar helemaal eind november en de onzekerheid of de Zevenheuvelloop wel door kan gaan, waar we nu hard voor aan het werk zijn, dan is dit echt heel welkom. Het geeft even die spanning tussendoor en dit is natuurlijk ook heel klein. Op zondagochtend 9 uur, dat is sowieso gek voor mij, want ik ben meestal nog niet eens wakker nu. Maar ja, het is wel heel vet dat zoiets georganiseerd kan worden eigenlijk. Ik zie volgens mij alleen maar blije gezichten. En het is supermooi dat zoiets opgezet kan worden uit het niks, zeg maar, binnen een paar weken tijd. Samen zingen tijdens een kerkdienst. In deze coronatijd mag het niet. Maar in Barneveld kon het, tot grote vreugde van kerkgangers, vandaag wel. Daar hield de hervormde gemeente een dienst in de open lucht. Waar precies is zo lang mogelijk geheim gehouden, uit angst voor een grote toeloop. 50 vrijwilligers zorgen ervoor dat de openluchtdienst goed verloopt. Zo wordt bij kerkgangers gecheckt of ze zich van tevoren hebben aangemeld en worden de tussenafstanden heel ruim gerekend. Ja, uiteraard is natuurlijk de minimale eis 1,5 meter, maar we zijn er royaal boven gaan zitten, want we hebben ruimte genoeg. Het is 10 voetbalvelden groot hier, dus het is ook niet erg om tussen de rijen 3,5 meter te houden. Een half uur voor begin van de dienst loopt de kerkweide al aardig vol. Kerkgangers zijn zonder uitzondering blij met deze mogelijkheid, ook al horen er coronaregels bij. Het is al wel veel meer vrijheid dan in een kerkgebouw. Ja. En mooi weer, het lijkt wel een zegen. Ja, nou dat is zeker een zegen, dat hebben we wel echt getroffen. Ik zit zelf op een koor en dat heb ik ook maanden niet kunnen doen, zingen met ons koor. En ja, dus dat zingen is voor mij wel heel belangrijk. Want iedereen moet weten wie vrede geeft. De sfeer tijdens de openluchtdienst is ontspannen. Bijna jammer dat niet te veel mensen van deze plek mochten weten. Ja, om niet te veel spontane toeloop te krijgen willen wij gewoon eigenlijk dat de locatie geheim is. Maar ja, in Barneveld gaat dat snel, hè? Dus mensen hebben wel heel snel in de gaten waar zoiets georganiseerd wordt. Maar voor deze dienst hebben zich al 700 mensen opgegeven en we mogen er 250 een plaats geven. Dus ja, we zitten al soort met pijn in het hart van, ah, we zouden al graag snel willen opschakelen. Er zijn al plannen voor volgende openluchtdiensten, maar dat zal waarschijnlijk niet op deze weide zijn. Er is keihard aan gewerkt door een vriendengroep uit Angeren, een eigen zwarte cross. Maar de gemeente wil het niet hebben. Maar daarentegen, het neemt niet weg dat het gewoon verschrikkelijk balen is dat je gewoon je ding niet kunt doen. Een dode bij een botsing bij Afferden vanmiddag. Twee auto's knalden daar op de provinciale weg frontaal op elkaar. Het ongeluk gebeurde rond 1:15 op de N322. De ravage was groot. Een van de auto's kwam na de botsing op zijn zijkant terecht. Twee mensen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De weg werd tijdelijk afgesloten. De nieuwe mountainbike-route in het Rijk van Nijmegen vormt een bedreiging voor het beschermde vliegend hert. Dat zegt de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. De stichting die de route door de bossen bij Bergendal heeft aangelegd zegt dat 4 keer onderzoek is gedaan door een ecoloog. Een vliegend hert is daarbij nooit aangetroffen. Ook de eigenaar van het gebied, de gemeente Nijmegen, zegt dat er voldoende onderzoek is gedaan. Een pissebed kennen we als onopvallend en kleurloos. Minder bekend is dat de kleine kruiper soms van kleur verschiet naar blauw. Een natuurliefhebber filmde het diertje, zoals hier te zien, op de Facebookgroep Natuur in Gelderland. Blauwe pissebedden die dragen een voor mensen onschuldig virus met zich mee. En dat krijgen ze door bijvoorbeeld van besmette kadavers te eten. De ophoping van virusdeeltjes zorgt voor de blauwe kleur. Helaas voor de pissebedden is het virus dodelijk. Goed gevulde terrassen. Wandelaars die zich opmaken om te gaan wandelen en feest door heel de stad. Het had zo mooi kunnen zijn, maar helaas gaat de Nijmeegse Vierdaagse dit jaar niet door. Veel plekken in het centrum die blijven leeg, maar toch waren er vandaag nog enkele wandelaars in de stad om wat sfeer te proeven. Normaal gesproken was dit het terrein geweest waar morgen de stapbewijzen voor de Vierdaagse opgehaald konden worden. Nu is het leeg, maar toch komt een enkeling even een kijkje nemen. Dit had mijn stadkaart kunnen zijn. Alleen ja, corona, je zegt van nee. Op zich een goede beslissing, maar ja, blijf jammer. Ook in het centrum en op de terrassen is het rustig.
Deze lopers staan op de Vierdaagse camping en gingen toch even de binnenstad in om de sfeer te proeven. We maken er gewoon maar het mooiste van wat er is en we proberen ons eigen feestje wat te bouwen. Ja. Ja. Alle wandeltochtjes ben afgelast in feite eigenlijk, bij ons in de buurt ook. Dus we gaan nergens wandelen. Jammer is het ook voor de 88-jarige Bert van der Lans die als recordloper voor de 72ste keer mee zou doen. Ook hij zal nog een jaar moeten wachten. Dat zijn erge dingen. Ik vind, laten we zeggen, voor de horeca en bedrijfsleven, vind ik het verder. Kijk, die wandelaars, als die gezond blijven, nou, dan komt er volgend jaar wel weer een Vierdaagse. Als die niet komt, dat is dan jammer. Je bent toch een koorloper? Ja, dat weet ik, dan blijf ik nou toch. Dat, ja, maar nu wel, je wordt er niet jonger op natuurlijk. Nee, dat weet ik. Ze hadden het erover, dan kunnen ze je makkelijk inhalen. Ik zeg, nee, ik ben nog een jaar een koorhouder. Nijmegen moet het deze week zonder de Vierdaagse doen en dat zal best even wennen zijn. Gelukkig hebben ze wel de vlaggetjes uitgehangen, dus dan hebben we nog een beetje het idee dat het een feestje is. Een grote teleurstelling voor een vriendengroep uit Angeren. De gemeente Lingewaard zette vrijdag een dikke streep door een gepland vriendenfeest dat veel weg moest hebben van de Zwarte Cross. Inclusief festivalterrein, tent, optredens, een metershoge vlaggenmast en een heuse entree. Nozem staat er op het bord boven de entree. Het terrein mag de vriendengroep ook niet op. Dus blijft er niets anders over dan aan de andere kant van het hek maar een biertje te drinken. Dit had een groot feest moeten worden. Nou, een groot feest in die zin dat het wel gewoon tot de 100 man eigenlijk ging. Dus het is eigenlijk wel, het lijkt wel op een evenement, maar dat is het gewoon totaal niet. En dat hebben we eigenlijk ook al een paar keer wel goed aan proberen te duiden, maar er werd weinig gehoor aan gegeven helaas. De bezoekers zijn alleen maar vrienden en familieleden, bekenden dus. De gemeente Lingewaard vindt dat ze een vergunning nodig hebben en dat heeft de vriendengroep niet. Nou, de vergunning is wel nodig, achteraf dus, voor een evenement, zoals hun het dus eigenlijk bekijken hier. Maar onze gedachtegang was eigenlijk gewoon, dus wat ik net al zei, een soort van verkap vriendenweekend. En dat is eigenlijk een klein beetje uit de hand gelopen, omdat er gewoon heel veel liefhebberij zeg maar, in zit van heel veel jongens. Zo had de camping eruit moeten zien. Opvallend is dat richting de Achterhoek er wel verschillende alternatieve Zwarte Cross campings zijn. Maar hier mag dat dus niet. Het voelt gewoon heel krom als jij hier hemelsbreed 10 kilometer verderop rijdt. Dat het daar wel mag en hier niet. En ja, dat zijn natuurlijk bepaalde eisen die een gemeente stelt. En daar kunnen wij natuurlijk allemaal wel inkomen. Maar daarentegen, het neemt niet weg dat het gewoon verschrikkelijk balen is dat je hier gewoon je ding niet kunt doen. Notabene op eigen terrein. De vriendengroep gaat morgen in gesprek met de gemeente. En hoopt op een ander weekend alsnog een feestje te kunnen bouwen. De gemeente was vandaag niet bereikbaar voor commentaar. Gisteren speelde Vitesse weer de eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Maar hoe dat nieuwe seizoen eruit gaat zien is nog altijd niet helemaal duidelijk. En dat leidt tot twijfels bij seizoenkaarthouders. Want mag er straks gejuicht worden op de tribunes? En hoeveel supporters mogen er nog in het stadion? Wij denken tussen de 5.500 en de 6.500 fans te kunnen en mogen ontvangen. Deze groep vrienden heeft elkaar leren kennen in vak Zuid van het Gelredome, waar ze allemaal al jaren de wedstrijden van Vitesse bezoeken. Ieder jaar sluiten ze het seizoen af met een gezamenlijke barbecue. Maar dit jaar is vooral de vraag, wie verlengt zijn seizoenkaart? Nee, die heb ik nog niet verlengd, nee. Nee. Wat is daarvoor de reden? Ik wil eerst even kijken wat er allemaal gaat gebeuren met de corona en met alles. Ik heb al verlengd, ja. Ja, dat is voor de club hebben we gewoon besloten om gewoon een seizoenkaart te nemen. Blijf je clubje, hè? Toch zijn deze fans wel bang voor de regels tijdens de wedstrijden. Het voetbal wat minder leuk zo, hè? Met de regels die eraan verbonden zijn, waar we ons toch niet helemaal aan kunnen houden, denk ik. Nee, wij niet aan bijvoorbeeld. Nou, niet juichen bijvoorbeeld. Voetbal is emotie, toch? Bovendien weet de vriendengroep niet of ze straks ook bij elkaar in de buurt kunnen zitten. Wat ze toch al jaren doen. We proberen wel zoveel mogelijk mensen bij elkaar de mogelijkheid te geven dat ze toch bij elkaar zitten. Al is het wel met twee stoeltjes ertussen. We hebben altijd al twee stoeltjes ertussen. Ja, Steven en Nick die zijn redelijk breed. En we hebben altijd wel wat ruimte ertussen. Ja. En dus zal Iwan waarschijnlijk ook zijn seizoenkaart verlengen. Voor de gezelligheid. Met de groep, ja. Voor het voetbal hoef je het niet te doen. Ja, dan nog het weer. Het was vandaag een aangename dag. Vanavond neemt de bewolking toe en later vanavond en vannacht kan er wat regen vallen, maar klaart het ook weer op. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft droog en er waait een matige noordwestenwind, kracht 3. Het wordt 19 graden in het noorden van Gelderland tot 21 graden in het Rijk van Nijmegen. Het weer de komende dagen blijft mooi.
Na morgen breekt de zon van tijd tot tijd goed door en de kans op een bui is voorlopig erg klein. De week begint fris met zelfs een paar behoorlijk koude zomernachten. Later in de week wordt het weer wat warmer. Tot zover het Gelders nieuws. Meer nieuws kunt u vinden op onze app en site gld.nl. Mooie avond verder.